Zo trekken we nog steeds door de wijde wereld in onze wiebelenwagen. Een clowntje en zijn vrouw. We geven voorstellingen in dorpen en stadjes en overal maken we de mensen aan het lachen. Overal gaat Pipo's zonnetje op. En soms komen we in een avontuur terecht. En dit keer gaan jullie zien de grootste, verste en vreemdste reis die Pipo ooit gemaakt heeft. Het begon zo. Tang! Hè? Tang! Oh, je mag helemaal niet schelden. Tang uit kist. Oh, die. Alsjeblieft, Tang. Duurt het nog lang? Zaag. Is een zaag zoiets met die tanden? Alsjeblieft. Hé, meneer, wat doe je nou? Je doet hem toch geen zeer, hè? Rolletje plakband. Rolletje plakband. Rolletje plakband. Zeg. Ja, kom met die rol. Meneer Garage, duurt het nog lang? Steeds maar niks. Zo, ik denk, Mameloe, dat we hier wel een klein beetje water voor Foefie en voor ons ezeltje nodig doen. Hallo? Pipo. Is hier niet Pipo? Ja, Pipo, jij bent gewoon. Nee, het hangt hier wel. De bloemen, nou kijk, daar staat hij. Roze lakboot, nou kijk, het doet me niet aan. Hoe is het, meid? Hoe is het? Goed, het is goed. Alleen mijn oortjes is een beetje dat we je zomaar ontmoeten, hè? Wat een wonder! Ja, maar een wonder, Mameloe. Zo zeker geen wonder, Mameloe. Die wereld is zo zeker rond. Zo rond als een pom, Mameloe. En er is overal wel eens een bommeltje. En dan lopen wij die kant op en zijn op die kant op. Au, Pipo. Is jouw auto een benenwagen geworden, Pom? Nee, Pipo. Ik was hier heel dichtbij, ja. En ineens ging mijn autootje... Gdung, gdung. Gdung, gdung. Ja, en stop. Maar het was gelukkig vlak bij deze garage. En aan het eind van deze benen zit een man die het kan. Oh, ja. Het beter repareren van mijn zieke autootje. Ja. Kun je met je touw? Hij moet altijd van alles hebben. Hij is heel geheimzinnig. Kun je met je touw? Ja. Kun je met je touw? Hallo. Plop. Duurt het nog lang? Meneer garage... Duurt het nog lang? Paar minuutjes. Oh, paar minuutjes, Mameloe. Nou, kom, dan gaan we er toch even lekker gezellig bij zitten. Ja, zeg, want ik wil even blijven. Ja, maar. Dat je me blijft toch wel gezellig. Zo. Zo, Plom, vertel eens gezellig. Zeg, waar zat je nou al die tijd, hè? Nou, ik was die kant uit, een hele tijd. En dan was ik iets links... De zuiden van Ginder. Ja. Dan groeien van die mooie paarse bloemetjes langs de weg. Waren jullie er ook? Wij waren veel verder. Wij waren bij de links op rechts, zo bij de Kannemelkse weilanden. En toen... Oeh, is dat niet waar die lekkere patatfrietjes groeien? Die patatfrietjes, ja, zeker. Maar die waren net uitverkocht. Nou ja, is het nou uit, Mallert? Overal ben ik geweest, hè. Bij de koning van China, Pom. Aardige man. En in de kou ben ik geweest. Bij de Eskimo's. Altijd koud is. Ja. Ja, ja. Nou ja, wij zijn eigenlijk ook overal geweest, hè. Want overal op de wereld zijn wel mensen die willen lachen. Ja. Dus... Lachen? Dat is waar ook. Wat? Ik heb wat uitgevonden. Hoe zijn we het uitgevonden? Oh, maar dat is een uitvinder. Nog zeggen. Wat zou ze doen? Nou, oh, aan het lawaai te horen zoekt ze iets. Ja, oh, ze schijnt het gevonden te hebben. Zo, dan moeten jullie eens kijken wat ik hier heb. Hè? Jullie denken een schepnetje. En weet je wat zo is? Nou? Dat is ook zo. Dat is leuk hoor. Het is een mooi netje hoor. Zeg maar, wat ga je ermee vangen? Lachen. Lachen? Ja. Zo moet Pipo nou een beetje gaan lachen. Hé, zeg. Meisje, doe het nog eens, Pipo, doe het nog eens. Ja, zeg, even een vraag namens Pipo's bijna afgeslagen denkhoofd, zeg. Waarom moet ik lachen? Nou, kijk. Pipo, die heeft een zonnetje. Ja. Nou, ik heb ook een zonnetje, dat is een familietrekje. Nou, Pipo, die heeft een denkhoofd, hè. Ja. En
Het is misschien een beetje verwaand hoor, om het te zeggen, maar... Ik heb het ook een beetje. Nou, zeg. Maar dat is belangrijk nieuws, hè? Wat enig, Plom. Zeg, heb je er al iets mee gedaan? Nou, nee. Ik wist toch niet dat ik het had? Maar ineens, hè? Toen was het er. Opeens was... Hoep. Wat was het daar? Nou, die gedachte. En ik mag wel zeggen, het was een vreemde gedachte. Oh, wat leuk, zeg. Nou, nee, dat vond ik toen helemaal niet. Ik schrok me een hoedje. Ja. Ik was het al helemaal niet gewend om gedachten te krijgen. Nee, en die eerste gedachte, nou, die was ook heel nieuw, hè? Die was, als je lachte... Waar blijft die lach dan? Als je lacht? Waar blijft die lach dan? Ja. Hoe bedoel je dat? Nou, ik bedoel zo, hè? Nee. Let op. Ja. Ik ga lachen. Jij gaat lachen. Nou, heb ik gelachen, hè? Ja. Ja, ik heb een lach gemaakt. Ja. Nou, waar is die lach nou? Nou, weg natuurlijk. Ja, hij is weg. Maar waar naartoe? Waar naartoe? Nou, niks, hij is opgelost. En dat geloof ik nou niet. Nee, je lacht toch niet zomaar voor niks? Steen nou voor. Gewoon. Weg. Lach. Dat zou toch zonde zijn? Nou, ik vind het erg moeilijk, hoor. Pipo, wat vind jij daarvan? Ja, mameloe. Pipo's denkhoofd draait op volle toer, hoor. Ja, Pipo, doe je mee? Ja, van mijn familie moet ik het hebben, hè? Als een lach, hè, nou iets is, hè, dan zou je dat natuurlijk moeten kunnen zien. Ja, ik vind het niet zo gek, hoor, die gedachte van jou, Plom. Nee, Pipo, wat denk je ervan? Nou, Pipo denkt, als een lach nou iets is, hè, dan wordt gelachen, hè. Ja? En die lach, die gaat zo samen, dat wordt een bolletje, die stijgt op en dan hup, gaat die lach, hup. Ja. Zo de blauwe lucht in. Nou ja, Pipo, maar dat is toch onzin? Nee, het is geen onzin, nee. Ach, een lachen is het lucht, dat weet iedereen. Pipo, gebruik je verstand. Ja, maar dat doen we nou juist. Mens moet nuchter blijven. Dat zijn we toch? Ja, maar nou kijk, Mamelou heeft natuurlijk wel een klein beetje gelijk, hè. Het is onzin eigenlijk. Nee, Pipo, je was net op de goede weg. Hey, als je iets heel erg gelooft, hè, dan bestaat het. Echt. Ja, kijk, Pipo heeft natuurlijk wel een idee, hoor. Ja, Pipo, vertel gauw. Weet je hoe je wegvliegende lachen moet vangen? Nee, nou, ik niet, hè. Maar jij natuurlijk wel. Je moet ze achterna gaan. Met een... raket. Ja, maar een raket? Dat heb ik toch niet? Maar ik wel. Ja, maar ik niet. Wat is dat? Ja. Het is die meneer. Oh, die meneer in de benenmand. Zeg. Hallo. Hey. Zeg, meneer. Oeh. Oh, daar komt ie. Oh. Goedemiddag. Dag. Een raket. Ja. Die heb ik wel. Ach. Dat zei ik. Goedemiddag. Poepietje, ga zien meneertje weg. Een raket. Dat kan toch niet? Ja, oh, komt ie weer. Wis en waarachtig wel, dame. En daarbij zelf geknutseld. Chapeau de flaps. Wat een eigenaardige man. Ja, schop die weer, mamloe. Pas op, hoor. Ik eigenaardig. Ja. Dat moet u nodig zeggen, dame. Kijk eens naar uw man met zijn opgeverfde gezicht. Maar die garage, kom nou met die raket. Laat maar, hoor, die komt niet meer. Pipo, wat doen we nou? Een list, wacht even. Ach, dat is natuurlijk onzin, hè? Dat iemand een zelfgemaakte raket zou kunnen maken. Nou ja, Pipo, hoe bedoel je dat nou? Nou, Mamelou, denk nou eens even in. Ja? Een zelfgemaakte raket, dat kan toch niemand? Die meneer, dat is een opschepper. Ja, of een leugenaar. Ja, wat? Ik een opschepper. Een leugenaar. Ja, meneertje. Rakettenwagen, meneer, dat kun je niet alleen. Dat heb je duizenden geleden volgen nodig. Weet je wat jij doet? Ga er maar onder. Hey. Zo, hou jij maar bij je automobieltjes. Een raket. Weet je wat wij doen? Wij gaan weg. Nee. Wacht. Ik moet nog wat zeggen. Wacht om even. Is mijn auto klaar? Ja, dame. Hij heeft alleen maar last van een vernauwing in de knerpkast. Zeg, wat jullie daarnet zeiden. Wat zeiden wij dan? Dat heb ik. Wat? Een vernauwing in de knerpkast. Ja, nee. Een raket. Een raket.
Oh ja. Zelf geknutseld. Oh, en geloven we dat, Mameloen? Nou, Pipo, jij mag het zeggen. Ik moet het nog eerst zien. Met mijn eigen kijkogen, hoor. Nou, let jij dan maar eens op, ja, clown. En daarbij zeg ik je nog dit. Dat had jij achter mij nog nooit gezocht. Nee, daar hadden we ook nog nooit gekeken. Nee. Ach, daar, ja, kom, hij is daar, hè, in mijn achtertuintje. Ja, ik doe het gewoon daar. U hoeft het toch niet voor de gek, hè, meneer Hoestendag? Ja. Zine, maar zegt u maar Ben. Ben? Waarom? Omdat ik zo heet. Oh, Ben. Nou, dan zeggen we Ben. Zeg Ben, ik ben Pipo en dit is Mameloen en dit is... Oh, hij is al weg. Mameloen, ik heb een heleboel gehoord hoor, in mijn grote klantsleven. Hè. Maar dat ze een eigen gemaakte raket zouden kunnen maken... Kan best. We gaan kijken, kom mee. Oh. Was je bedrijf op? Nou, wat vinden jullie ervan? Chapper de flapper, ja, ja. De worstenpotjes hier. Het is niet geniet. Het is een echte kunstraket. Ja. Meneer, wat ben jij knap. Ja, moet je zien als ik me gewassen heb. Dat je dat gewoon maar maken kon, zeg. Gewoon met je eigen handen. Ja, 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 het is natuurlijk wel leuk, hoor. Hè. Het is bij jou een echte raket. Het is natuurlijk heel anders, hè, meneer. Ja, die hebben van die trappen en zo, weet je. Ja, ja, ik had geen trappen nodig, hoor. Een laddertje was genoeg. Oh. Ja, ik vind het enig voorwerp. Ja, dank u. Maar ja, u moet niet kwaad worden als ik het zeg, nee, hoor. Ik word niet kwaad. Nee. Nou, het lijkt een beetje op een kip, hè? Ja, dat is mama Lou wel. Dat vind ik nou goed. Huh? Dat is heel goed. Oh. Een 10 voor mama Lou. Oh, ja, kijk, die raketten van tegenwoordig. Ja. Ach, die dingen zijn zo saai, ja. Zo gladjes. En daarbij komt nog wat. Ja. Waar ben ik dol op? Kip misschien? Ja, ik ben gek op kippen. Oh. Maar ik kan ze niet houden. Nee, want ik krijg last met overburen. Ja. En toen dacht ik, geen kip, toch een kip. Ja. Nou, daar... Staat hij dus, hè? Nou, hij is toch wel kippig, hè? Nou. Ja. Ja. Nou, doe nou, hè? Doe. Ja. Wat vinden jullie nou van Benny's kunstbaan? Hoe heet hij? Ja. Aha. De Polo 1. Ik vind het een knap stukje huisvlijt. Ja, nou, ik ook. Zeg, meneer, ik knutsel zelf ook wel een klein beetje. Hè, zo met een toetertje, met een troebeltje. Maar dit vind ik andere kip. Raket. Toe, meneer Ben, ik ben toch zo nieuwsgierig hoe die er van binnen uitziet. Zouden we hem eens mogen zien? Ah, jullie willen binnenkijken? Ja? Maar dat kan maar, natuurlijk. Ja? Maar dan gaan wij samen toch, niet waar? Even opzij, ja, ook wel, maar achter. Kijk, het is namelijk zo, ik ben zo ontzettend blij dat iemand geïnteresseerd is in mijn raket. Kijk, ik heb er namelijk, voorzichtig voor het drempeltje. Oh, voorzichtig voor het drempeltje. Ja, ja. Oh, wat enig. Oh. Ja, zoiets had ik me helemaal niet voorgesteld, hè. Nee. Zo'n echte raket, hè, dat heb ik wel eens gezien op de televisie, hè. Daar hebben ze altijd iets van die glimstangetjes en die rare dingetjes. Maar dit, ik vind het hier wel leuk, ja. Ja, ja, kijk, er is één ding, hè, waar die geleerde mensen niet aan gedacht hebben. Nee. Kijk, als zo'n man nou in de ruimte zuist, hè. Ja. Wat heeft hij dan nodig? Gezelligheid, knusheid. Ja. Hij wil zich thuis voelen. Oh, Pipo, kijk nou toch eens. Zo'n theeservies heb ik ook altijd willen hebben. Hé, wacht eens even. Zo'n servies, maar als zo'n kippenraket nou naar boven gaat, hè, dan gaat hij toch stuk? Probeer het maar. Hé, wat? Wat doe je? Vallen. Nou, weet je het zeker? Heel zeker. Ja, ik doe het hoor. Laat me vallen. Nou, dan gaat hij dan. Ja. Nou ja. Pipo, wat deed je nou? Nou, meneer zei toch... laat maar dingetje. Ja. 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 Ja, kijk, hier gaat het stuk, hè. Maar daarboven, in de ruimte, is alles gewichtsloos. Blijft alles zweven. Ach, zeg, wat jammer, hè. Dat je het nog nooit eens zal kunnen proberen. Nee. Hoe bedoelt u? Nou, deze kip die is toch zeker niet echt? Niet echt, maar deze is echt. Echt? Bedoelt u dat u ermee omhoog zou kunnen vliegen? Ja, ik bedoel... Ja, of niet? Misschien, dat weet ik nog niet. Nou, meneer, een grapje is leuk, hoor, maar dat kun je me toch niet wijsmaken. Want voor zo'n echte raket heb je een...
een startmotor voor nodig. Precies. Ja. Maar wat is er nou nog belangrijker dan een startmotor? Nou, brandstof. Nee. Wat? Jij mag niet meer mee. Wat is er nou nu nog belangrijker dan een startmotor? Brandstof. Brandstof? Brandstof. Ja. Dame, let op. Ooit gehoord van atoomsplitsing? Ja, ja, ja. De atoomsplitsing, dat heeft iemand wel eens gehoord. De A is het begin van alles, hè. Als je die splitst, dan komt er een atoomloze kracht vrij. En dan opeens, bloem, diks, dan gaat die... Precies. Ja. 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 Uitstekend, ja. Precies. Ja, maar dan heb ik nog iets uitgevonden. Nog iets? Ja. Zelf gekweekt. Atoom, split, erte. Atoom, split, erte. Ja, ja, atoom, split, hè. Zeg, maar als je die erte nou in je motor doet, draai je hem dan niet in de soep? Nee, mijn motor niet. Oh. Maar als je die ertjes nog hebt, waarom doe je het dan niet eens een keertje? Ja, maar kijk, ik heb die ertjes pas. En als het nou niet werkt, dan is al mijn werk voor niks geweest. Oh, nee, dat begrijp ja. Ik, zeg. Maar als je het nou zo doet, hè, wat zou er hier dan eerst moeten gebeuren? Oh, maar dat zal ik even uitleggen. Oh, ja? Kijk, dan stoppen we de erten in de brandstoftank. Ja, het is misschien niet echt een raket, hoor. Maar het is wel een kip. Ja, een kip moeten eten. En het ziet er, het zijn splitterten. En het zit eruit als kippenvoer, dus... Ah, bij de snavel kan ik niet, dus ik gooi die maar in. Hé, voilà. Is het lekker? Dus, we doen die erten in de brandstoftank. Ja. Kijk, ja, nee, die zit daar, opzij, hè? Zit oh, de gleuf. Oh, buiten. Ja, ja. Kijk, en als ik dat daar nou zou durven, hè, dan zou ik daar die hendel over moeten halen. Waar? Oh, daar, deze hendel? Ja. Ja, kijk nou toch, als jullie lopen door al die scherven. Meneer Zine, heeft u hier soms ergens een stoffer en blikje? Ja, in mijn keukentje, hè, hierachter. Achterop. Nou, dat moet ik dan hoog nodig even hebben. Ja. Kijk, mooi. Dan komt dat spul in die erwten, ja. Hè? En dan beginnen die erwten langzaam te gisten. Ja, maar dan zou die eerst die hendel zo moeten. Het is dus zo, hè, dat spul, dat zit daar nog steeds in die erwten, hè? En daardoor worden die erwten in een paar minuten rijp. Oh, ja. Dat begrijp ik. Rijp voor een splitsje en dan boem. Nou, niks te... Boem. Oh, nee. Er moet er eerst nog een handeling verricht worden, hè? Wat dan? Kom eens mee. Ja. Zie je die pomp? Deze pomp, ja, die zie je. Wat is die leuk, zeg. Het is precies een echt huis. Kijk, dat is namelijk een fietspomp. Geweldig. Ja, en als ik dat nou zou durven, hè? Dan zou ik hem omhoog doen. Omhoog? Ja, ja maar dat kan nou toch? Ja, ja, natuurlijk, ja, want er zit toch geen brandstof in de tank. Gaan we echt vliegen? Nee, dame, want er zit geen brandstof in de tank. Zeg, kruis je nou, Ben. Wat moet er nou verder gebeuren? Dat is eenvoudig. Ja. Met volle kracht naar beneden. Wams! Wams. Nou, ik heb hem anders net gevoerd, hoor. Oh, zij heeft hem weer gevoerd. Zeg, luister even. Daar gaat hij dan. Daar gaat hij. Eén, twee... Zeg, maar wat moet hij dan eten? Erwten! Nee! Ja! Ze schrok! Ze schrok! En plop, er gebeurt helemaal niks. Er moet eerst brandstof in die tank, zegt meneer. Nee, ik... Oh. Staan we nog op de grond? Ja, natuurlijk, zo vast als een huis. Zolang er geen brandstof in die tank zit, ja, gebeurt maar, er niks. Ja, maar ik heb wel... Wat zeg je nou? Wat heb je, Bob? Meneer, zou jij het heel erg vinden als er wel brandstof in zat? En hij deed het nou niet, die kipkroket, die raket ja, dat zou ik heel erg vinden, ja. En zat je dan misschien de hele tijd met je hoofd in je handen? Ja, zo zou ik kunnen zitten. En zou je misschien zelfs niet meer eten van verdriet? Nee, zou ik niet meer kunnen. Oh, zou je misschien als helemaal niemand kijkt, zou je dan misschien zelfs huilen? Misschien zou ik zelf huilen. Wat is er? Je hebt toch niets? Ja, Pimo, ik ach, maar dan moet het toch eerst hier op deze knop gedrukt worden. Wacht eens even. Wat heb jij gedaan? Het is gevonden, Pimo, en ik heb maar dit is de echte startknop. Nee, wacht nou toch eventjes, Pimo. Wat heb je gedaan? Ik zit erin, Pimo, en nou doe nee, maar dan moet dat eerst op deze knop. Niet doen. Ja, wel doen. Want er zit toch helemaal geen brandstof in de tank. En erbij is mijn knop in. Dus als ik...
Hier volgt een extra bericht. Door alle grote sterrenwachten over de hele aarde is enige minuten geleden een onbekend vliegend voorwerp waargenomen dat zich met enorme snelheid van onze aarde af beweegt het onmetelijke heelal in. Nog in Amerika, nog in Rusland is iets bekend over een lancering. Alle geleerden zitten stom verbaasd achter hun verrekijkers. Wat voor vliegend voorwerp is dit? Waar komt het vandaan? Laatste nieuws. Het ruimteafluisterstation Palomalos in de staat Alaska heeft zojuist signalen opgevangen afkomstig van het onbekende ruimteschip. Dames en heren en luisteraartjes in de kleinere mate. Hier is het laatste nieuws over de onbekende ruimteraket waarover wij in onze vorige uitzending reeds berichten. Ergens op aarde is een ruimteschip gelanceerd van onbekende makelij. Het beweegt zich met ongekende snelheid van de aarde af. Wie zijn de inzittenden? Waar gaan ze heen? Deze vraag stellen honderden ruimtevaardeskundigen zich en met hen de hele wereld. Ik moet dringen, ik... het is echt dringend. Oh, dame, dat kan meneer, toch niet? Dit is toch de televisiestudio, hè? Ja, zeker, maar... Er wordt alles wat u hier zegt uitgezonden? Ja, dat hoop ik wel. Oh, fijn. Mag ik dan eventjes... Guns, u mag het nog zo lang doen. Hallo, dag, Pipo, ben je daar? Plom, kun je me horen? Ja, dame, dat kunt u toch niet doen? U kunt toch niet zomaar de groeten gaan zitten doen? Stuur u ze maar een kaartje. Een kaartje, maar dat kan toch niet? Waarom niet? Omdat ze in die raket zitten. In de... Oh! Pipo, Plom, zijn jullie daar? Oh, Pipo, ik ben toch zo ongerust, hè? Jullie zijn zonder te groeten vertrokken. Oh, Pipo, je hebt geen schone pyjama bij je en geen tandenborstel en... hallo? Kunnen jullie mij nog wel zien? Hallo? Ik roep de ruimtekip. Ik roep de Apollo 1. Nou zeg, als Pipo dit niet met zijn eigen clownslijf meemaakte, dan zou ik het eigenlijk niet geloven. Ah, maar je moet wel, Pipo. We vliegen echt. Ja, dat wel. Zeg, wat een ruim uitzicht anders. Kijk, boven ons sterren, onder ons sterren. Zullen we er een paar plukken? Nee, dat kan je toch niet, Plom. Ah, waarom nou niet? Ah, dan nemen we er een paar mee voor mama Lou. Nee, die zijn veel te groot. Dat zijn het zijn hemellichamen. Dat noem ik, ja. Hemellichamen? Ja. Ah, zijn wij dat nou ook? Ja, maar dit lichaam zal toch blij zijn als hij met zijn flapschoenen weer op de aarde staat. Pipo, dan ga je wel nooit de verkeerde kant uit. Want we vliegen. Hij doet het. Hij doet het. Hij doet het. Oh, kijk.
Hij doet het niet. Hey, wat heeft hij nou? Met je benzine? Hé. Hey. Hallo. Wat heeft hij nou? Ah, daar komt hij. Heeft zijn bolletje gestoten bij de start, hè? Ja, maar hij is natuurlijk ook ontzettend moe, hè, ja. Pipo? Moet je nagaan. Zo'n hele raket bedenken. Oh. Dat is een inspanning, hoor. Hey. Oh, beetje olie. Op zakdoekie. Zakdoekie? Die moet ik was die zakdoekie. Vuil die zakdoekie. Ah. Dat ziet beter aan. Hallo. Ja, waar zijn we? Oh, in de ruimte. Kom. Nee, hallo, benzine. Kom. Die kip moet bestuurd worden, hoor. Ja, we vliegen als een kip zonder kop. Sturen, dat moet toch niet zo moeilijk zijn? Ja, maar dat kan toch niet? Even kijken. Het lijkt wel een kermis. Houd van het poppetje, dit gaat er ver. Wacht, zo gaat het weer beter. Sapper de flap, zo gaat het. Het scheelt een stuk, zeg. Weet je wat wel vervelend is, Pipo? Je ziet hier geen weg, hè? De weg is weg. Je ziet alleen maar een kou. Ja, zo. Nee, laat mij, Koes. Zo, ik heb hem. Ja, de fout was namelijk indirect. Oh. Ja, zijn neuskegeltje zat nog omhoog. Oh, zijn neuskegel, ja. Is hij verkouden? Nee, maar zijn neuskegel moet weer down. Oh. Toe, zijn naveltje. Down. Zeg, meneertje, weet jij nou ergens waar we zijn? Zitten we laag of zitten we hoog of zitten we in het midden? Geen idee, we zijn zo de lucht ingeschoten. Maar het is wel erg mooi, zeg, allemaal. Kom eens kijken, wat een leuke bal. Bal? Ach nee, dat is geen bal, dat is een bol, de aardbol. En ergens op deze aardbol, daar is Babalu. Nou, zeg, ze zou wel geschrokken zijn, denk ik, hoor. Pipo, ik ben wel geschrokken, hoor. Ja, dat zeg ik, Babalu, je bent wel... Babalu! Je was ineens verdwenen. En waar ben je nou, Pipo? In de ruimte kun je daar niet verdwalen. Ik droom. Ik hoor de stem van Babalu. Pipo, dan heb ik dezelfde droom. Ik hoor erop. Geen paniek. Kijk eens achter Ben. Kijk nou eens in het gezicht. Babalu op het eerste net. Babalu op de televisie. Dat heeft ze altijd al een keertje gewild. Ja. Stil eens, ze heeft een boodschap. Pipo, ik weet niet hoe lang je in de ruimte blijft, maar... Ben je voor het eten weer thuis? Voor het eten? Nou, dat kan niet, maar of kan het wel, Ben? Nee, de afstootkracht waarmee we uit de dampkring geworpen zijn, die is te groot. Oh, Babalu, de damp, die is te groot? We eten hutspot vanavond, Pipo. Hutspot, ik wou dat ik in die dampkring zat. Nee, dat kan ook niet, want de aantrekkingskracht van de aarde is niet groot genoeg. Wat denk jij van de aantrekkingskracht van Babalu? Ja, die ken ik niet. Nee, maar Pipo wel, en daar kan ik niet buiten, hoor. Oh, zeg, Pipo, heeft je vrouw ook toevallig een... magnetisch veld. Magnetisch? Nou, daar heb ik eigenlijk nooit zo op gelet, hè? Nee. Oh, nou ja, praten we niet meer over. Nee, maar niet. Ja. Pipo. Oh, is hij weg? Pipo, zie je me? Oh, pas op voor tocht in de ruimte, hè? En hou je das goed om... En kijk vooral goed uit voor vallende sterren en kometen. Kometen? Nee, maar ik kom helemaal niet eentje. Wat is dat? Wat betekent dat? Wat is dat? Wat is nou? Wat is dat nou? Oh, dat is een storing natuurlijk. Babalu heeft een storing. Ja. Zeg, we moeten direct terug naar de aarde, hoor. Nee, maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. We zijn al 100.000 kilometertjes ver weg. 100.000 kilometertjes? Ja. Dat gaat mijn hutspot. Ach, wel nee, hut. Maar het klapstuk, dat heb je al gehad. Hey, meneer Benzine, dit is niet het ogenblik om grapjes tegen mijn broer te maken. De clown is down. Hij zit in de put. In de put? Ja. Dan haal ik uw broer uit de put. Ja. Down. Ho! Wat was dat? Een steen. Hey! Kan je niet uitkijken? Je ziet overal aankomen en je moet rechts houden. Wat denk je nou wel? Overal hetzelfde. Het hier vreemd. Oh, zeg, dat is waar ook, Bennetje. Zeg, die ruimtevaartmensen hebben toch altijd van die hollebolle helmen op? Hè? Helmen? Ja, een helm. Dat is verplicht. Ja, voor op een bromfiets, maar toch niet in een raket. Ja, maar die heb je nodig, hoor. Anders kun je geen ademhalen, hè. Dat is geen lucht in de ruimte, hoor. De lucht? Het is de lucht. En dan ruikt een beetje zuurig.
Hoe komt het dat wij kunnen ademhalen net als op aarde? Ha, ik vind het hier stinken, hoor. Ik ga even een luchtje schrijven. Nee, pas op, dan vaar je weg, zeg. En trouwens, daar buiten valt niks te scheppen, hoor. Daar is geen koolzuur. Koolzuur? Maar dat is het. Dat is het. Dat is nou precies waar Pipo het over heeft. Hoe komt die koolzuur hier? Heel simpel. Ja. Kom mee. Maar naartoe. Zie je die pot? Daar komt lucht uit. Ja, maar dat is... De oplossing van het luchtmankement. Zeg maar, wat is het? Zuurkool. Juist. Ja, dat is zuurkool. Zuurkool. Zo, maar wat is dat? Oh, dat is regen. Oh, maar een meteorietenregen, hè? En het staat niet te lachen. Dadelijk zijn we allemaal safe. Ah, ik lach er niet. Maar ik lach ook niet. Het komt van buiten. Pipo, ik durf laatst niet aan te denken, hoor. Maar zouden zij het zijn? Nou, jij hebt wel gelijk. Misschien het lijken van die lachbui. Mag het iets duidelijker? Meneer, dit is geen steenhagelbui. Dit is een lachbui. Ik had gelijk. Een lachbui, oh. Gooi dat maar in mijn petje. Ik had gelijk, Pipo. Ik heb al door gelijk gehad. Die lachbolletjes, ze bestaan. Gefeliciteerd, Poljette. Lachbolletjes, gefeliciteerd, oma. Ben ik al begonnen. Meneer, je kunt het best begrijpen. Kijk, als er op aarde gelachen wordt, hè, dan is zo'n lach niet weg. Nee, die gaat omhoog. En nee. Wel, want ze zijn lichter dan de lucht, dus zodoende. Dus je wou beweren dat als ik daar buiten sta te kijken... Kijk. Dat alle... Ja. Zeg, Bert, het is een lachorkaan. Zeker een circusvoorstelling op aarde. En met je recht. En we moeten ze achterna. Ja, vooruit. Zeg. Fruit, schuin de melk weg oversteken, hè? Zeg, moet dat echt? Ja, natuurlijk, we moeten het toch weten? Wat? Nou, waar ze naartoe gaan natuurlijk. Wie? Die lachbolletjes. Oh, ik word gek. Dit is je grote kans. Zet hem op. Zeg, meneertje, fruit, hè? Hou ze in de gaten met je grote kijkogen. Een beetje naar links. Kijk, ze spellen krijgen. We mogen ze niet missen, hoor. Die komieke komeetjes. Vol gas. Gas. Lachbolletjes achterna. Oh, wat ben ik begonnen. Uren en uren verstrijken. Nauwgezet volgt het ruimteschip de wonderlijke zwerm lachlichten. Een bijna ongelooflijke ontdekking, maar wat nu bewezen wordt, onomstotelijk, lachen vervliegen niet. Want alles wat goed is, dat blijft bestaan. En ondertussen maken de gloednieuwe ruimteontdekkers er het beste van. De voedselvoorraad wordt eerlijk verdeeld. Veel is er niet. Hoe lang duurt de reis nog? Waarheen voert de zwerm lacherieten het wonderlijke ruimteschip? Nog een halve dag verstrijkt er. Links en rechts passeert men zonnestelsels, melkwegen, volle en halfvolle manen, kometen en staartsterren. En dan eindelijk... Zo, de flop, zeg. Kijk daar! Oh, een planeet, vlakbij! De aardbolletjes gaan er rechts op af! Ben je ook bij je? Nou, zullen we het gauw weten, Pipo? Afremmen! Ja, ik ben bezig! Als een pannenkoek! Ja, en nu? Allemaal klaarmaken voor de landing! Ja, van de rit! Ja, hou je er vast! Ja, hou je vast! Sapper de flopje. Wat een dreun. Mijn hoofd. Waar ben ik? Waar zijn we? Zit ik nog in die kipkroket? Raket? We zijn geland. Is het hier mooi? Is het hier lelijk? Is het hier dik? Is het hier dun? Ik moet het weten. Ik moet het. Ja. Oh. Hoofd. Pipo. Hoe? Pipo, waar ben ik? Oh, mijn hoofd. Oh ja, we zijn geland. Hey, Pipo, waar ben je nou? Nee, moet je niet doen bij Ben. Pipo, Oh. Sapper de flap, de flapje. Kijk nou eens. Pipo, wat is die mooi. En wat ruikt het lekker. Zeg, wat krijgen we nou? Suizen we door de ruimte, waar komen we terecht? In de bollevelden van het keukenhof. Nee, dommert. Moet je eens kijken in de lucht. 1, 2, 3 zonnen. Nou, die heb je bij ons toch niet? Nee, in ieder geval heb je een hoop bloemen, je zeg. Ik kan in ieder geval een aardig boeketje bloemen voor Mamalou meenemen. Oh ja, ik vind ze ook prachtig, hoor, die bloemen. Ja, prachtig ook om naar te kijken, hè. Ja. Maar ik wou dat er wat anders groeide, want ik rammel van de honger. Ja. Oh. En ik denk niet dat hier een warme bakker is, hè. Nee, die is er niet, Pipo. Nee. Er is trouwens niets, geen straatje, niets. Nee. Oh, we hadden ook nooit achter die lachdingen aan moeten gaan. Dat is waar ook. Ja. Die lachbolletjes. Ja. We zouden die gebleven zijn. Ik geloof dat ik het weet.
Oh, 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 nee, nee, nou, nou niet opnieuw, hè, onzin, hè? Meneertje, wat waar is, is waar. Huh. Kijk, die lachbolletjes van de aarde, die komen hier neer. En het worden bloembolletjes, dat is heel eenvoudig. Dat is heel eenvoudig. Kijk, kijk dan, je kan het zien op die bordjes. Waar? Ja, die oranje daar, dat zijn glimlachjes. Glimlachjes? Ja, kijk dan hier. En die geeltjes, dat is grinnekruid. Grinnekruid. En hier, die hele grote kelken, dat zijn schaterpioenen. Schaterpioenen. Nou, weet je wat ik doe? Ik hou ermee op. Waarmee? Oh, met geloven natuurlijk. Oh. Vliegen in een raket, prachtig hoor. Landen op een planeet, ook prachtig, maar lachbloemperkjes, nee, daar hou ik niet van. Alle mosterdpotjes, 3000 knetterballonnen. Zeg, Pipo, jij gelooft het toch wel, hè? Ja, ik geloof het wel. Maar als hier niemand woont, wie heeft die bordjes dan gemaakt? Hé, ga weg. Hé, Pipo, hoor je dat? Wat leuk. Hé, ga weg, jongens. Dit is hier gevaarlijk, weet je wel? Nee, dat weten we niet. Het komt daar vandaan, Pipo. Hé, wat leuk. Dit is een soort huis. Ja, het lijkt een beetje op een bloempot ook. Kom mee, dan moeten we meteen alles weten. Dit is te veel. Dit is echt te veel. Hallo. Kom nou. Oeh, Valk. Wij zijn het, Pipo en Plom. Ze reageren helemaal niet. Nee. Maar het zou ook maar niet gebeuren, zeg. Als ze bij zo'n kip midden in je bolleveldje terechtkomt. Ja, ik wil zo graag weten hoe ze eruit zien. Ja. Hoe zouden ze er nou uitzien? Misschien hebben ze wel vleugeltjes. Ja. Hallo. Zijn jullie soms helpers van Torf? Je weet wel. Nee, dat weten we niet. Wat komen jullie hier dan doen? Zeker kwaad, hè? Want nee, kom maar voor de dag. We doen helemaal geen kwaad. We durven niet. Je weet nooit, weet je wel. Wij komen van de planeet Aarde. Waar jullie lachbolletjes vandaan komen, weet je wel? Wij maken die lachen op Aarde. Ja, zonder ons hadden jullie niet één bloembolletje. Hadden jullie gewoon een heel kaal veldje. Hoi. Ze reageren helemaal niet, Pipo. Nee, ik zeg er niks. Het wordt een raar vreemd. Kijk. Klop. De deur gaat open. En nu gaan we ze zien, die bewoners van hier. Ze zijn wel verlegen, hè? Kom eens. Maar jullie zijn mooi! niet zo hard en niet direct alles. Nee. Maak ons niet aan het schrikken. Nee. Anders verwelken we ter plekke. Ja, ja. Zeg, mag ik me even voorstellen? Ik ben Pipo van de Aarde. Plom van de wereld. En ik heet Klater. En ik heet Schater. En ik ben Pretje. Niet wijzen. We zijn verlegen, weet je wel. Zeg, kom je eens tevoorschijn? Jij bent maar een kleintje, hè, Pretje? Ja, dat komt. Ik ben eigenlijk een binnenpretje. Eigenlijk. En ons huisje is maar klein. Ja, wat een mop. Oh, jullie vinden ons zeker gek, hè? Gek. Nee. Pas op, hoor. Lachen mag, maar lach ons nooit uit. Uit, want dan zijn we nergens meer. Nee, het einde van alles, weet je wel. Ja, zeg, vertel eens even, wat doen jullie hier tussen die bloemetjes? We verzorgen ze, dat is goed. Weet je wel. Dat is goed. We geven ze water. En als ze dan luisjes hebben, dan borstel ik ze eraf. Ja. Dat doe ik. Ja. Er zijn nooit luisjes. Luisjes? Willen jullie nog meer weten? Maar vraag niet te veel. Dat maakt ons zo schichtig. En waarom nou? Het is hier toch mooi? Ik zou hier best willen wonen, hoor. Vertel nou eens even, zeg. Waar zijn jullie dan toch zo bibberig en zo bang voor? Hij heeft het gevraagd. Gevraagd. Ik was er al bang voor. Ik zag het aankomen. Aankomen? Ik zal het ze vertellen. Vertellen. Als ze ons niet uitlachen, dat moeten ze beloven. Beloven? Beloofd. We lachen wel om, maar niet uit. Nou, vooruit. Ja. Kom maar mee voor de dag. De dag? Ja. De dag! We moeten opschieten! De dag valt! De nacht! En we moeten voor het donker binnen zijn, weet je wel. Waarom nou? Het is toch lekker weer? Oh, ze begrijpt er niks van. Nee, Pipo ook niet. Zeg, als jullie het nou eens eventjes rustig uitleggen. Ja, kijk, het is zo.
Overdag is dit hele land van ons, hè? De hele planeet. De hele planeet van ons, de lieverds. Ja. De lieverds. De lieverds. Nou, bij ons is dat toch andersom, hoor. Bij ons hebben de brutalen hebben de halve wereld. Nou ja, er is tenminste de andere helft voor mij, zou ik gelden brengen. Oh, maar hier niet, hoor. Hier hebben ze 's nachts de hele planeet. De brutalen. De brutalen? Ja. Zijn die nog meer wezens? Ja. Oh, wat leuk, Pipo. Nee. Dat is helemaal niet leuk. Vergeet het maar. Want 's nachts, hè. 's Nachts, dan dreigt hier gevaar. Gevaar? Gevaar? En het wordt hier 2 keer per dag nacht. 2 keer per dag nacht? Dat is wel lastig, zeg. Pyjamaatje aan, pyjamaatje uit. Nou ja, het vult wel je dag natuurlijk. Ja, dat wordt dagwerk. Zeg. Maar nou weten we eigenlijk nog niks van deze planeet. Ja. Het is waar, hè? Ja. Dat jullie lachen bij ons komen. En daar zijn we erg blij mee. Nee. Ja, met blije lachen, hè? Ja. Schaterlachen. Ja. En klaterlachen. Ja. Maar er wordt bij jullie op aarde ook op andere manieren gelachen, hè? Ja, jawel. Ontken het niet. Nou, ik zeg helemaal niks. Nee, maar er wordt bij jullie op aarde ook. Let op, want nou komt het hoor. Ja. Er wordt ook. Het donker. Het donker. Het donker. Pipo, waar ben je? Nee, ik ben er niet meer. Oh ja, natuurlijk, hier sta ik. Hier ben ik, hier. Pipo, kom mee. Ja, maar ik wil naar de raket. Ja, daar. Oh. Kom, Pipo. Oh, daar. Zo, ook hier. Nou, zeg, wat een paniek. Opeens is het donker, zeg. Toestanden, ja, nou. Hey, oh, kijk eens wat ik gevonden heb. Hey, dat is Pretje. Pretje, die liep keihard tegen mij aan en dat was helemaal geen Pretje. Daar heb ik wel naar huis. Dat is toevallig, zeg. Ik ook. Maar zijn ze nou toch bang voor Pipo op zo'n mooie planeet? Dat hoorden we morgen pas. Pas op. Oh, ze komen. Dan moet je ze nou toch maar. Ben jij toch een bang, Pretje? Vertel eens, Pipo, wat is aan de hand? Ga weg. Ja, maar ik doe toch niets. Ja, Pipo is heel lief. Die is zo lief als een lieve heersbeest. Nee, jullie niet. Daar. Oh, hoor. Ze bedoelt buiten. Honegim van het onkruid. Ze roven de bloemen. En ze lachen ons uit. En dan zijn we helemaal nergens meer. Nou, zeg, hoe je dat bent in mijn petje. Ja, maar dat kan toch allemaal niet. Stil, stil. Ik hoor mensen. Nee, kan niet. We zitten vol. Ze zijn het. Hoon en Grim. Oh, die, wie? De vijand. Ze roven de bloemen om ze op te voeren aan Thor. Dictator. De grote opvreter. De woeker. De baas van alle donkruiden. Oh. En ik wil nu naar huis. Wat doen we daar nou aan? Ja, voorlopig moeten we eventjes op aarde komen. Hè? Dat zien we morgen wel, hè. Schapperde Vropzich. Wat een avontuur. Pipo, waar ben je? Nog nooit ben je zo ver van me vandaan geweest. Ergens tussen de sterren of op een ster. Maar welke? Er zijn er miljoenen. O, Pipo, zal ik je nog ooit terugzien? Pipo, geef antwoord. Antwoord!
ooit terugzien? Nu boek ik antwoord, antwoord. Dames en heren. Oh, oh, ze doen het weer. Ze doen het weer. Oh, dat is toch buiten. En buiten is niet binnen en binnen is het veilig. Oh, wat zeg je nou? Wat zeg je nou? Bang. Bang. Ah, bang, dat moet je toch niet zijn? Daar krijg je rimpels van. En die moet je dan weer weglachen. Pretje, dit is toch een lachplaneet? Maar waarom lach je dan niet? Overdag? Overdag wel. Maar s'nachts niet. S'nachts is die buiten de vijand. De vijand? Ja. Bah, ze zijn tegen ons. En als ze ons te pakken krijgen, weet je wat ze dan doen? Dan lachen ze ons uit. Ja. Uit? Ja, ja. Ze deden het ook met mijn zusje. Grapje. Ze lachten eruit. En waar is ze nu dan? Oh. Uit. Ik zie er vast nooit meer terug. Ik zit er nooit meer terug. Koekeloeriko, dat is ingewikkeld. Dat krijg ik niet in mijn hoofd. Daar moet ik even mijn Pipo-broer voor hebben, hoor. Pipo? 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 Ja, Pipo. Wie, waar, hoe, wat? Oh, goedemorgen. Of is het goedemiddag? Dat is niet bekend, maar iets is het wel. Ja, dat hoop ik wel, zeg. Zeg. Is er iets bekend over het ruitencentrum van wat ik wel iets hoorde van Mamalou, hoor. Die heb ik... Pipo, als het donker, dan zijn er storingen in de zendingen. Oh, storingen. Oh, en hoe is hier de toestand? Pipo, zij bibbert en buiten woekert het. Oh, buiten woekert het. Zeg, Pipo, het zijn wel zielenpiet, hoor, die bloemenmensen. Ze moeten wel geholpen worden. Wij zijn niet te helpen. Thor is machtiger. De grote uitvreter is niet te verslaan. Door niemand. Oeh, nou, een gewaarschuwde clown telt in ieder geval door twee. Ik denk dat ik maar eens kennis ga maken met die Thor, Por, Knor, Voor... Nou, hoe heet die meneer ook alweer? Thor. Maar het is helemaal geen meneertje. Oh, niet? Het is een hondje? Nee. Thor is Thor. Oh. Dicta is zijn voornaam. Nee. Dictator. Dictator. En hij is geen pretje. Nee, hij is geen pretje, dat ben jij. Maar je bent wel een bang pretje. Zeg, vertel nou eens alles rustig aan Pipo, hè. Pipo, ik geloof, ze praten er liever niet over. Ja, maar zei ik zeg, kom ik niks te weten. Oh, wacht, ik schrik al over. Oh. Zeg, hij wordt wakker. Welkom, welkom op de planeet... hoe heet hij eigenlijk, zeg? We noemen onze wereld Flora Mos. Oh, iets... Flora Mos. Ah, laat me zitten, ik droom toch onzin. Ja. Daglicht! Oh, ja! Daglicht! Het land is weer van ons! Ja. Ik wil naar buiten! Hoera! Oh. Nou, zo is die dag en zo is die nacht. Zo is ze bang en zo is ze blij. En ik wil naar huis. Ja, ik nee, ook. We gaan naar buiten. Zonnen! Nee, zonnen. En wat wij gaan doen? Ja? Wij gaan een probleem oplossen. Ja. Wat problemen? Voor deze Ben? Oh, nee, daar ben je mij niks hoor. Zeg Pipo toe, alsjeblieft. Ga lekker naar buiten. Nee, weet je wat je bedoelt? Ga maar een leuk boek schrijven, hè? En als ik er thuis ben, ga ik het rustig lezen bij de kachel met een kopje koffie en een sprits. Oh, wat ben ik begonnen. Oh, had ik hem maar nooit gemaakt. Huh? En daar nog één. Wat is er hier gebeurd? Nou, Pipo, het is een schande, hoor. Nou, wie dat gedaan heeft, die verdient een ontzettend pak op zijn broek. Ja, als hij tenminste de broek aan heeft, natuurlijk, hè. Ja, ja. Het kan inderdaad ook een luipaard geweest zijn. Of een heel groot beest met stampvoeten. Jongen, wat een bloem van Nila, zeg. Oh, dat moet een raarvolkje zijn, Pipo. Hoezo? Ja, en dat noemen ze een lachplaneet. Nou, lekker plekje. Ja. Eens kijken, al die mooie bloemen. Ik neem ze mee voor Mamalou. Voor Mamalou? Op de aarde, ja. Voor Mamalou, die dingen we nou al thuis, hè, ja. Zeg. Oh, Pipo. Ja? Thuis. Ja. Thuis. Zo, ik wou dat het al zover was. Ja. Want weet je, ik had er allemaal niet tegen met die torren en met die kleefdingen. Ik hoor die bloemenmensen aankomen. Hallo. Hallo. Oeh. Hallo. Groeien hier ook splitterten? Ja. Wat voor splitten? Erwten. Oh. Gespleten balletjes. Ja. Nee, er groeien geen gespleten balletjes op Flora Mos. Nou, we zouden er niet om lachen, hoor. Ja, geen brandstof voor de Polo, dan kunnen wij niet meer terug. Nee, terug? Jullie willen terug? Ja. Jullie zijn zeker bang, hè? Ja. Bang, hè? Ja. Kijk, het is hier eng in de nacht. Hoon en Grim zijn weer bezig geweest. Bezig geweest? Massa's bloemen zijn vernield. We verliezen terrein. Ja. Terrein?
Als het zo doorgaat, zal het dag aanbreken dat ons hele gebied overwoekerd zal zijn door het onkruid. Piepo heeft een besluit genomen. Mannentaal! Ze laat ons in de steek. Steek! Onze planeet is nooit meer te redden. Redden? Niemand kan het opnemen tegen Hoon en Grien. Maar dat is belachelijk! Vertel, Piepo eens, hè. Waar wonen die ook, die bloemenvernieletjes, wonen die, die kant op? Pas op. Niet wijzen. Oh, niet wijzen? Oh, nou is het die kant op, of die kant op, of die kant op, of die kant op, of... Ja, daarheen, daar. Oh. Maar ga niet. Waarom niet? Eet is ook, clowns ben je zo. Natuurlijk niet. Alleen maar bloemen. Ja. Nou. Bloemen, al onze bloemen. Ja, daar gaan we. Kom mee, Ben. Ja, op zoek naar de splitterving. Nee, op zoek naar de lastposten die deze bloemetjesplaneet kapot maken. Je hebt gelijk. Ja. Nu we toch hier moeten blijven, dan moeten we onze tijd maar nuttig maken. Kom op! Ja, kom. Allee. Oh. Oh, wat een ellende! Ze gaan echt. Echt? Wat dom. Dan zien we ze nooit meer terug. Terug. En ze waren hier nog maar net. En ik vond ze zo aardig. Heel aardig, ja. Tja, ik heb er een leuk boeketje van gemaakt voor mama Lou. Hé, waar zijn Piepo en Benzine? Hé, daarheen. Maar wees flink, hoor. Flink zijn. Flink zijn, hoor. Want je ziet ze nooit, nooit meer terug. Terug zul je ze nooit meer zien. Jij blijft alleen. Ah, dan kennen jullie mijn broer Piepo niet. Die komt altijd terug. Ze gelooft ons niet. Zullen we het haar zeggen? Oh, dat ze naar Thor zijn en naar Hoon en Grim en dat ze door het onkruidgevaar moeten. Nee, dat vind ik zielig. Dat vertellen we er niet. Vertellen jullie het niet? Nee. Nou, dan vertellen jullie het niet. Het is toch gek, hè? Dat ik het nou toch weet. Ja. Bloem. Maar wat het onkruid doet, dat zul jij nooit weten. En dat het je vastpakt, hè? Als je er doorheen loopt, ja, hè? Omdat het kleefbladeren heeft. En die laat helemaal niks los. En dat weet jij niet. Nee. Wat zou ik ongerust zijn, hè? Als ik dat wist. Ja, kleefbladeren. Oh, nee, gelukkig dat ik dat niet weet. Nee. Hey. En daarom vertellen we het je niet. Ja, en daarom zeggen we het niet tegen jou. Dat is geschikt van ons, hè? Dat is aardig, hè? Ja, dat is heel leuk, hoor. Dat is heel fijn. Hartelijk bedankt. Tot je dienst. Piepo! Kom terug, Piepo! Er is gevaar! Wat is dat? Wat is dat, Piepo? Ik dacht dat ik wat hoorde. Ja, dat is mijn hart. Oh, ja. Gaan we nou nog verder? Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? Nou, ik vind het nou niet zo'n streling voor het oog, dit, hoor. Maar meer een prikkeling voor de huid. Oh, zeg, je bent er niet bang voor een bosje onkruid? Piepo, ik ben helemaal niet bang. Maar dat soort beplanten ken ik helemaal niet. Ik vind die... Wat is er? Wat nou weer? Ik zie het ook elke keer met jou. Ik zie een hand. Was waar? Hoezo? Waar? Oh, daar. Oh, nee, dit is geen hand, dit is gewoon... Auw, ja, je hebt gelijk, zeg. Laat me los. Laat je los. Doet het nou zeer, hè? Nee, je doet pijn. Zeg, op zichzelf is dat wel een hartelijk handje, hoor. En ik ben erg gehecht aan planten. En we hebben nog goed contact, maar het is zo verpieboeiend. Dit is wel een taaie, hè? Wacht, ik zal je even helpen opkrikken. Waar je toe? Auw, laat me los. Je blaft de boel uit elkaar. Ach, dat geeft toch niet, er zijn plantjes genoeg. Ja, maar het is maar één piepelbloem en die wil graag heel blijven. Het gaat niet. Je zit muurvast, Piepo. Wacht, Benny heeft een idee. Wat? De sleutel. Waar is de sleutel? Waar is je sleutel? Hier. Daar. Nou ja, Piepo broer die kijkt heus wel uit, hoor. Die gaat heus niet met zijn denken of tegen zo'n kleefblad aan staan leunen. Je weet nooit. Nee, nooit. Onkruid haalt rare streken uit. Ja, en het ruikt raar, dat gebied van Thor. Het stinkt. Maar hier niet, hè? Het ruikt hier lekker. Ja, nog wel. Maar op een nacht, hè? Op een nacht zullen ze hier ook alle bloemen afgerukt en geplukt hebben, hè? En dan dringt het onkruid op en... Oh. Onkruid groeit sneller dan bloemen. Ja? Ja. Zodoende slaat de woeker toe. Ja. En op een dag zal de laatste bloem verdwenen zijn. Ja. Wat een onzin. Er komen toch steeds weer nieuwe lachbolletjes van de wereld. Wel. En dan hebben jullie er meteen weer een veldje viooltjes of geranium bij. Het wordt steeds minder.
Er komen steeds minder lachen van de aarde hier naar boven toe. Ja, toe. Er zit aardig te klat in het lachen op aarde. Ja. Op aarde is het leven vast geen pretje meer. Nee. Zorgen, zorgen. Ja, zorgen, zorgen. Maar straks zitten wij met de kale planeet, hè? Ja. Ik zal het met mijn broer Pipo opnemen, hè? Ja. Goed. Is dat een grote bloem? Bloem, bloem. Ja, dat is onze mooiste, hè? Iemand moet zich op aarde een keer totaal slap gelachen hebben. Ja, wat ruikt je lekker. Even van dichtbij, hoor. Hey. Moeten wij niet tegenhouden? Tegenhouden? Ja. Nee, waarom? Nu zal ze kennis maken met ons enige wapen, de bloemenkracht. Ja, de bloemenkracht. Als ze er diep aan snuift, dan krijgt ze de hoogte. Ja. En ik vind het zo aardig. Ik hou er tegen. Nee. Niet tegenhouden, niet doen, niet doen. Laat maar rustig begaan. Het is zeer leerzaam. Laat er maar schuiven, 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 schuiven. Oh, ze heeft het. De hoogte. De hoogte. Ja, nu zullen we het weten. Als ze hier naartoe komen zijn met valse bedoelingen, zal ze zich nu verraden. Verraden? Nee, zo is ze niet. Ze is een van ons, kijk maar. Stil. Het donkert. De nacht is gevallen. Vlucht. Waar ben ik? Kom mee, je bent een van ons. Kom mee naar ons snel. Huis. Kom. Vlucht. Het huis in. De nacht is gevallen. We zitten weer zonder licht, zeg. Die nacht die valt hier met de klap. Die zit een rolgordijn. Ja, zeg, Pipo, en zonder licht kan ik niet werken. Ja, maar je denkt toch niet dat ik de hele nacht hier handje in plantje blijf staan, hè? Straks neem nog uit de zink om. Ja, sta nou even stil. Oh. Ik kan zo toch niet werken. Dan heb ik hier een priem. Waar? Wacht, daar gaat hij, hoor. Ja, daar gaat hij. Auw, zeg. Dat ben ik. Ja, dat wou ik even weten, hè. En heb ik hier nog wat? Dat is een tang. Daar gaat hij. Voel je wat? Nee. Ah, daar heb ik de plant te pakken. Nee. Aan het werk, Ben. Aan het werk, Ben. Hey. Zeg, pas op, zeg. Ik hoor iemand aankomen. Ik hoor iemand aankomen. Schiet op. Ja, nou even die moer losdraaien. Fruit, ze zijn vlakbij. Fruit. Ja, ik ben toch bezig. Fruit, doe snel. Ja, even de hefboom sliep. Los. Ja, duiken. Zo. Dat waren ze dus, hè? Wat? Wie? Nou, waar die bloemenmensen het over hadden. Die hoon en die grim, die vijand. Ja, ik kon ze eigenlijk niet zo goed zien, hè? Nee, natuurlijk niet. Het is hier ook veel te donker. Ja. Oh, zal ik even bijlichten? Nee, natuurlijk niet. Dan zien ze ons. Ja. Pipo, ja? Ik zie wat aan je. Wat? Jij hebt een plannetje. Heb ik een plannetje? Ja. Oh ja, ik heb een plan. Ja, maar het zal wel moeilijk zijn, hoor. Want onkruid vergaat niet. Wat gebeurde er nou met me? Ik snoof aan die bloem en ineens had ik het gevoel dat ik zweefde. Ik zweefde echt, hè? Nee. Maar je had wel de hoogte. Ja, dat krijg je als je te veel van het stuifmeel opsnuift. Dus bloemenkracht. Bloemenkracht. Nou, dat hoor je ook niet elke dag. Maar ik geloof het wel, hoor. Bloem. We moeten luisteren. Ja, luisteren naar de woeker buiten. Oh, buiten is het niet pluis. Kijk. Nee. Hoon en Grim zijn weer bezig. Ze zitten toch niet weer aan die mooie bloemen, hè? Oh, ik ben blij dat ik niet buiten ben, jongens. Ik ook. Hey, maar Pipo, die is wel buiten. Ja, die is er wel, ja. In het donker. Ja, meneer Benzine. Ja. Kan het geen kwaad. Okay. Het beste is, doe maar net of je niets weet. Ja, niet weet dat ze totaal verloren zijn in het donker. Ja, in het donker, in het gemene onkruid, bij het hol van valse tor. Pipo, ja? Wat zijn die onkruidwezens nou gebleven? Nou, ik denk dat ze weer bloemen aan het plukken zijn om ze op te laten eten door hun baas. Ik zou het niet lusten, hoor. Wat niet? Nou, bloemen. Oh, bloemen. Nee, bloemen zou ik ook niet lusten. Nee, bloemkool. Bloemkool? Ja, dan moet je eens een keertje, als we terug zijn op de aarde, mag jij een keertje bloemkool eten met Pipo en Mameloe in de baas. Daar komen ze weer.
Ik heb er weer een hele lekkere bij. Hij zal smellen. Dat moet jij zeggen. Ik heb er veel meer. Ja. Lekker allemaal gepikt van die bloemzoetjes. Ja, Thor heeft nooit genoeg. Ja, ik zelf zou ze niet lusten. Maar hij blijft doorgaan. Kom. Dat waren ze dus. Help, Pipo. Mooi zijn ze niet. Nee, maar wel lelijk. Ja, en maar snauwen, hè. Ja. En toch was dat snauwen wel leerzaam. Ja, maar hoe bedoel jij dat nou, hè? Indirect. Nou, kijk, zij eten zelf geen bloemen, hè. Maar die geven ze aan hun baas, dat dorre beest. Oh, je bedoelt, die bloemen zijn brandstof. Oh, Pipo, ik wou dat mijn raketje op die bloemen liep, hè. Want dan konden we hier weg, want het zit me tot hier. Ja, maar als die Thor de enige is die bloemen eet, dan heeft Pipo's denkhoofd zojuist een mooi plannetje opgeleverd. Pipo, wie is het akeligste dorre beest op deze planeet? Het dorre beest. Juist. En die moeten we hebben. Ja. Pipo, het wordt weer tijd voor zijn tulpensoepie. Ja, of voor zijn papaverpunnetje. Ja. Zeg, vraag, wat moeten wij doen om die Thor te bestrijden? Wij moeten ervoor zorgen dat hij geen brandstof meer krijgt. Nee, je bedoelt eten. Nee, ik bedoel bloemen. Als hij die niet meer krijgt... Dus wij moeten iets heel slims verzinnen. Dat heb ik. Ja? Hamertje tik. Nee, dat is niet slim. Oh. Lel met een sleutel. Nee, dat is ook niet goed. Oh. Op eens op, daar komen ze weer. Kijk. Ja. Wat zou dat gekke ding daar zijn, wat hier pas is neergekomen? Ja, het zal wel weer van de aarde komen. Ze doen daar maar raak tegenwoordig. Nou, laten we maar eens gaan kijken. Als het een bloem is, dan zitten we goed. Ja. Dat had ik ook al bedacht. Je denkt altijd dat je de slimste bent. Kom. Hey, Pipo. Ja, waar hadden ze het nou over? Over een bloem? Of... Nee, ze hadden het geloof ik over jouw knutselraket. Ja, kijk maar. Ze gaan er naartoe. Als ze aan mijn pollootje zitten, maak ik overlast. Nee, wacht eens eventjes. Misschien is jouw pollo wel iets meer dan een vliegding. Ja, maar wat dan? Een vangding. Ja. Dit is onze kans. Kom mee, vangding. Ja, maar dat alweer is. Ja, belachelijk, een gek huis. Met bloemen. Bloemen? Die zijn gestolen. Dat is brutaal. Zullen ze wegpakken? Dat wou ik net zeggen, hoon. Je moet me niet steeds de woorden uit mijn mond halen. Mispunt. Maar ik kom toch maar mooi op de betere ideeën. Het is een gemakkelijke rit deze keer. Hoeven ze niet zelf te plukken. Iemand heeft ze voor ons neergezet. Kom. Ik heb je. Zo, dan zitten wij. Oh, Pipo, maar ze verroeren zich wel. En nou de volgende stunt. Het optreden van het grootste monster van deze planeet, Dictator. Kom mee, dan zul je zien wat je nog nooit hebt gezien. Ja, oké, maar ik wou dat ik thuis zat bij de televisie. Ja, ik ben wel een handige, doe het zelf hoor. Maar dat soort karreweitjes zie ik liever op de televisie. Oh, mijn pollootje. Oh, Pipo, wacht hem op me. Zo. En nou eens kijken of mijn plannetje wil lukken. Pipo, ja? Pipo, je bedoelt of die Thor naar buiten wil komen. Ja, hè? Ja. Zeg, hoe groot schat jij nou dat beest? Nou, ik denk zo groot. Oh. Ja, zijn ogen dan, hè? Oh, ja. En de rest zal wel zo groot zijn. Oh. Zo groot als een vrachtwagen? Ja. Oh, Pipo, zoek voor mij maar een ander, hoor. Zeg me dat ik gezakt ben voor mijn eindexamen als held. Oh, ik sta te trillen op mijn loopmechaniekjes. Ik hoor het. Ja, hij krijgt natuurlijk honger, hè? Hij wil weten waar zijn volgende portie bloemen blijft. Ja, of misschien krijgt hij dan wat trek in een hapje monteur. Ja, vooruit te gaan, hoor. Chopper de Flop zich, de dag is weer aangestoken. Het scheelt wel een stuk, hè? Ja, het scheelt een stuk. Maar die Thor kan niet tegen het daglicht. Dus voorlopig is de voorstelling uitgesteld. En ik hoef mijn geld niet meer terug. Krijg nog niks. Pipo! 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 Oh, Pipo! Pipo! Oh, wat een geluk. Ik was
zo ongerust, Pipo. Ze zeiden die tor die eet je op, hè? Ja, en dan die honing Grim, die kan je niet vertrouwen, hoor. Ho, dame, geen paniek. Geen paniek. Uw broer heeft ze allemaal opgesloten. Kleine honing Grim. Ja, Gigi. Oh, Pipo, wat goed. We zijn ze, mogen ze zien? Jazeker, daar zijn ze. Oh, daar. Ja, in mijn pollootje. Kom maar kijken. Ja, hier, voor het raam. Ga maar kijken. Zeg, Pipo, mijn pollootje lijkt wel een broeikast, hè? Maar dan voor onkruidmensen. Oh, je weet het niet, Balloon. Oh, alle lieve bloemen. Het is weer daglicht. De planeet is weer van ons. En de schade valt dit keer mee. Zeg, meneertje aardeklown, kan jij onze planeet echt redden? Wanneer? Wanneer? Ja, misschien als het weer nacht wordt. Want dan moet hij wel voor de dag komen. En dan gaat de grote strijd beginnen. De grote eindstrijd. Jipsieke, joepie! Publiek, zie je de laatste vangst uit de donkere binnenlanden van de lachplaneet. Meneertje Hoen en meneertje Grim. Zeg, Pipo, ik zie ze niet, hoor. Nee, dat zeg ik. Zie ze niet? Zeg, er is nog geen achterdeurtje vanuit, Kuipluikie. Ach, nee. Hé, misschien zitten ze wel aan mijn instrumentarium te pulken. Hé, kom eraf. Nee, afblijven. Ja, nou, schiet nou op. Niet zo boven. Hier zijn ze. Oh, maar Pipo, ze zien er veel minder gevaarlijk uit, hè? Weg met al dat licht, dat kunnen we niet tegen. Ja, hou op. We willen terug naar het duister. Nee. We hebben jullie gevangen genomen omdat jullie van die akelige dingen doen, hè? Akelige dingen, wij? Ja, wat dan? Jullie plukken de bloemen af. Juist, kijk, een paar bloemetjes, dat zou ik helemaal niet erg vinden, hoor. Maar al die bloemetjes van de buren, die maken jullie het veld, die maken jullie zo kaal als een... Ja, maar we moeten onze baas toch te eten geven. Nou, geef hem dan een balletje gehakt. Ja, maar dat lust hij niet. Alleen maar bloemen. En als we hem die niet brengen, dan vreet hij ons misschien op. Ja, we hebben het zo akelig. En we kunnen bijna niks zien met al dat licht. Met al dat licht. Nou, maar er is nog niks in de hand, wacht eens eventjes. Nee. Wat heeft Pipo gezien in de raketje van Bennetje? Van mij? Kijk, ja, van jou. Twee brilletjes voor je ogentjes. Wat zijn dat al? Ogen aan bandjes? Ja, ogen aan bandjes. Ja, zet hem nou op, domme sliert. Nou? Nou, ziet de wereld er heel anders uit. Kijk maar. Dat scheelt. Ja, alles is heel anders. Het is er veel mooier. Jazeker.
Meneer, wie zijn die mooie wezens? Oh, die! Oh, die wezens, dat zijn jullie vijanden, hè? Oh, nee. Ja. Van ons? Ja, van jullie. Die lieve kleurige mensbloemen? We hebben ze nooit zo goed kunnen zien, nee. Vanwege het felle licht. Het zijn het ondergrondse mollen, hè? Ze moeten nog leren kijken. Het lijkt onze aarde wel, hè? Als de mensen elkaar niet kennen, hè, maken ze altijd ruzie. Ja, weet je wat we doen? Wij gaan eens naar buiten kijken. Kom maar eens mee. Nee, oh nee. Dat kan niet, dat kan niet. Het is dag. Dat is onze tijd niet. Ze zijn bang in het licht. Ja, en andere mensen zijn weer bang in het donker. Maar dat vind ik mensen. Ach, ja, maar, dat is allemaal onzin wat jullie zeggen. Met die brillen kan je niks gebeuren. Kom dan maar niet naar buiten. Zijn we. Oh ja, maar, ja, nee, kom mee. Kom mee. Kom mee. Ik ben niet goed. Ja, en pas op het drempeltje. Doorwerken. Aanpakken. Schiet op. Wat? Werken? Nee, Fofie, ik heb er geen zin meer in. Voor het eerst in mijn leven als clownsvrouwtje heb ik geen zin meer om te werken en te poetsen. Nee hoor, een clownsvrouw hoort bij de clownsman. En omgekeerd ook zo. Er is niks aan als Pipo er niet is. Het is de gekheid dat hij daar boven op die lachplaneet rondhangt en gevaar loopt bij het oplossen van moeilijkheden ginds. Maar je hebt gelijk, Fofie. Pipo is me echt niet vergeten. Hij zal hemel en aarde en alle planeten bewegen om weer terug te komen bij mij. En dan moet het er weer netjes uitzien. Nou, vooruit, Mameloe. Gefeliciteerd. Geweldig. Hey Grim. Zeg, Grim, kom eens hier. Ik zal jou gaan leren hoe je bloemen moet verzorgen, hè? Ja. Oh, en dan zal ik jullie leren hoe je nooit meer bang hoeft te zijn in het donker. Ja! Fijn, dat het gevaar van uitlachen nu voorbij is. Ja, zalig. Pipo, inpakken en wegwezen. Nee, we kunnen niet weg zonder brandstof. Nee. En we kunnen ook nog niet weg, omdat het gevaar van deze planeet nog niet over is. Oh! Wat? Thor! Thor! Oh, Thor, hoe kon je dat nou vergeten? Stil, vrienden. Ja. We geven hem gewoon geen eten meer. Ja, maar... Zonder van die bloemen. Ja, dat zien we niet duidelijk in. Wacht. Maar dan komt hij misschien zo'n hol uit. Door de honger! En hij brengt alles om! Ja, het gevaar is niet voorbij! Het is weer groot! Nou, Chopin en Flopsy, dit is geen lachplaneet, dit is een huilplaneet. Zeg, ik krijg een buikpijn van de hoeven. Nee, Pieper, je hebt een plannetje. Nou ja, ik dacht... Ja, dat noemen ze nou een gezellig avondje. De nacht! De nacht is gevallen! Stil! Vrienden, wij kunnen zien in het donker! We willen naar huis! Kom eens op huis! We willen naar huis! We moeten die kant uit! Kom naar huis! Kom naar huis! Zeg, Pipo, wat doen we nou? Wij gaan naar het hol van de leeuw. Ik bedoel, van de tor. Het lijkt wel de dierentuin. Ja, leuk naar het voederen kijken. Nou, ik hoop dat ik niet voor voer hoef te spelen. Ze lusten geen benzine. Kom mee, reisgenieters. Ja. Kom mee. Sappen op zich horen. Hoe dat beest is de keer gaan zich. Hij moet erg honger hebben, hoor. Zeg, ik gooi wel even een madeliefje naar binnen. Nee, dat slikt hij in zo'n zwijnpepermuntje. Natuurlijk, dat beest eet wel een bollenveldje of 3-4, hè? Ja. Ja, en hij heeft trek in bloemen. En meneertje Hoon en Grim hebben een ontslag genomen. Ja. Ik zie iets bewegen. Nou, ga ik wel even vragen waar die trek in is? Nee. Dat beest eet daar alles. En die hapt naar alles wat er voor zijn bek komt, hoor. Naar alles? Je bedoelt... Ja, Bloem, dat bedoel ik. Ja, maar ik ben Plom. Ik ben geen bloem. Dat weet ik wel. Maar het beest heeft misschien wel een strik in iets anders voor de veranderingen. Dat is het. Wat is het? Wou jij je eigen zus laten opeten? Wel, nee, natuurlijk niet. We moeten de smaak van het torrebeest gaan veranderen. Zodat hij geen bloemen meer lust. Juist. Zodat hij trek krijgt in andere dingen. Precies. Zoals bijvoorbeeld onkruidplantjes. Dat lukt je nooit. Hé, daar komt-ie. Wat een lawaai, zeg. Het lijkt wel een oude stoomlocomotief. Zeg, een stoomlocomotief. Waar doet je dat geluid aan denken? Sst,
Dit is een motorachtig bijgeluid. Juist. En als het een motor is, dan moet de cilinderkop bijgesteld. Juist. Juist. Hij komt. Hij komt. Hij is helemaal niet zo groot. Oh nee, wacht even. Dat is een kop alleen nog maar. Zijn lieve ogen heeft hij. Ik ga hem even... Nee, Plom. Jij moet Plom. Plom, ga jij gauw in een veldje bloemen plukken. Moet ik bloemen plukken, Pipo? Dat is toch zonde? Het is voor de laatste keer. We lachen er later alweer een veldje bij. Ja. Zeg, voorzichtig. Wat een beest, hè. Zeg, wat een spanning eigenlijk. Dat noem ik geen spanning meer. Dit is voor mij hoogspanning. En weet je wat ik nou wou? Ja, een kleinere tor. Nee, lekker thuis bij de televisie met een kopje thee. Ja, hé, wacht eens even. Wij gaan een spelletje spelen. Trick, tractor. Ah, je bedoelt, zijn brandstof is bijna dus, op. Dus hij moet... Ja, gedingest. Nou, daar gaat hij, hè. Kom, ja, ik sta achter je, wees niet bang. Ja, dankjewel. Ja. Nou, dan gaat Bernie dat toch even... Nee, zoek voor mij maar een ander voor je reparatie. Die hebben we niet. Ik heb alleen maar de lelijke bloemen afgeplukt, Pipo. Goed zo, goed. Oh, is dat hem nou niet, toch? Nee, mijn kleine zusje nou goed. Plom, leg die bloemen voor zijn laadklep. Als ik die tanden zie, hè, dan neem ik de benen voordat hij de mijne neemt. Kijk hem nou eens lekker eten. Hap. Dit is de kans voor jou voor een leuke ingreep. Ja, of een afgebeten kop. Hou nou aangenaam aan de voorkant bezig. Zeg, wat eet hij haastig, zeg? Ja. Hij is helemaal uitgehongerd. Geef hem niet te vlug, hoor. Nee, bloemetje voor bloemetje. Hey, ik zie hier een klep, nou, maar het kan ook een littekentje zijn. Zeg, weet je wat je doet? Ben, denk nog net of je een vrachtauto aan het repareren bent. Nou zeg, ik heb nog nooit een vrachtauto gerepareerd die in mijn billen bijt. Zeg, Pipo, de bloemen raken op en hij rammelt nog. Hij moet er met bondjes, maar hij moet hier het innemen. Denk erom, hoor. Hou nou even die kop ook een beetje omhoog. Ja, wie? Jouw kop? Door, wil je nog meer? Jongens, het is een klep. Ja. Ik maak hem nu open. Ja, daar gaat hij dan. Nu open. Gaat het? Lukt het? Pipo, het is het laatste bloemetje. En hij heeft nog... Houd die kop omhoog. Ja, geef het langzaam. Blijf even blijven. Maar moet ik nieuwe halen, Pipo? Nee. Nader nu het kernpunt. En dat houdt in dat het niet kan lukken en het kan wel lukken. En als het wel lukt, wat nou? Dan eet hij geen bloemen meer, maar andere groene dingen. Doe dat. En voorzichtig, want als mijn hand uitglijdt, krijgen we rampen. Kijk eens, Torre. We sluiten erin. Lekker, toertje. Ja, het gaat nu. Bijna. Daar. Nou, gaan we zien of het lukt. Of je het doet. Waar gaat hij heen? Hij doet het. Hij eet het onkruid, Pipo. Wat toevallig. Nee, dat is helemaal niet toevallig dat hij het onkruid opeet. Dat was precies de bedoeling. Reparatie geslaagd. Goeie boy. Snappen. Nou, Ben, ik moet zeggen, ik vind het knap werk, zeg maar. Nou, één ding namens Pipo's kale denkhoofd. Ja. Als die reparatie nou niet was geslaagd, wat dan? Ja, dat kan je me beter nou niet vragen. Oh, dan vertel ik dat me nooit aan Mameloe. En dat was dat. De planeet Florabos was gered. Thor, de gevaarlijke, had geen bloemen meer. Waren zijn smaak veranderd. En hij lustte nu alleen nog maar onkruid in alle soorten. En dat was er genoeg. Alles was dus geregeld. Voortaan zou het land één bloemenzee zijn. Mooi om naar te kijken en goed voor het humeur. Tja, hier was alles geregeld. Maar voor ons aardmensen zag het er niet zo leuk uit. Zie je wel, Pipo? Het lijkt wel een oorwurm. Nee. Dat is toch geen gezicht? Nee, zeg. En dat voor de held van dit verhaal. Nou, zeg, hé. Knutselband, kwakker, kop op. Hou op! Ik ben niet in de feeststemming. Al dat geel en dat paars, daar ga je toch van huppelen? Nee. Ik wil naar huis, maar er is geen brandstof. Nee. En splitter, te groeien niet, hè. Het is hier toch mooi? En het wordt nog veel mooier. Oh, dan moeten we ons hele leven lang hier blijven. Ja, wacht eens even. Jij misschien, maar ik niet. Ik ga naar Mameloe. Die grote bloemen, die ruiken het sterkst. Daar word je helemaal zweverig van. Zeg, meneertje Knutselmans, luister nou eens even. Jij hebt de smaak van die tor veranderd. Kun je ook niet de smaak van je kroket, van je kip en van je raket veranderen? Je bedoelt dat hij op andere brandstof zou kunnen vliegen? Ja. Ja, dat zou ik niet weten hoor. Hier groeien alleen maar bloemen. Bloemenkracht, noemen ze het hier. Ze zeggen, het komt door het stuifmeel.
Ik snoof eraan. En toen had ik het gevoel dat er is ik... niks waarmee mijn raket omhoog gaat. Omhoog? Ik had het gevoel dat ik omhoog ging. Chappie, zeg, Plom, zeg dat nog eens. Dat is misschien helemaal niet belangrijk, Pipo. Ja, alleen Pretje, die zei het ook. Wat zei Pretje ook? Nou, dat van dat stuifmeel. Ze zei, het zou best kunnen, zei ze, dat als je een hap nam van dat stuifmeel, dat je dan echt omhoog ging. Als een vogel. Wat ik altijd zo graag wou, Pipo, weet je wel? Ze zei... Eigenlijk is het opstuifmeel. Precies. Dat zei ze. Sapper de flapper de mosterdpotjes. Opstuifmeel. Maar dat is het. Dat is het. Voor alle raadsels is een oplossing. Ook op een bloemenplaneet voor een raket die op een kip lijkt. Benzine veranderde iets in de raketmotor, waardoor ze ook op stuifmeel zou kunnen draaien. En wij waren urenlang bezig om stuifmeel uit de bloemen te verzamelen, tot we een paar zakken vol hadden. Het was toch een leuk werkje ook? Alleen kriebelde het wel een beetje in sommige clownsneuzen. En eindelijk was het zover. We namen afscheid. Zou het wel... Zou het niet gaan? Moest Pipo verder zijn clownsleven op deze vreemde planeet blijven? Zou ik Mamalou ooit weer terugzien? Dit was het ogenblik. Wat is het weer een mooie sterrenhemel, hè? Ja, mooi, hè? Ik zou best een ster willen zijn, Pipo. Ja. En dan te bedenken dat even deze sterretjes misschien ons eigen aardbolletje is. Ja, wat je zegt, Pipo. Misschien. Ja. Dat je dat nou precies weet, hè? Welke onze aarde is. Wat? Oh, ik weet het niet, hoor. Vergeet dat maar. Dus we komen misschien wel op een andere planeet terecht. Oh, Pipo, misschien wel een waar ik echt kan vliegen. Vlieg op, niks hoor. Wij vliegen terug. Wij vliegen terug naar de aarde. Ik wil naar de aantrekkingskracht van de aarde. Ik bedoel, naar de aantrekkingskracht van Mamalou. Ja. Precies. Precies. Ja. Precies. Ja. Dat is wat we nodig hebben, clown. Ja. Nou, ga er maar achter. Wie? Wat? Ik? Jij? Ja. Nee, jij. Nee, toch jij. Ja, maar dat zal niet zo eenvoudig zijn. Pipo, je moet gewoon heel sterk aan Mamalou denken. Oh ja? Heel sterk. En doe je best, clown. Ja. Keus genoeg. Ja, net wat je zegt, keus genoeg. Hey. Maar het is net een zak met knikkers. En op een van die knikkers zit Mamalou. Maar welke ster, welke knikker? Mamalou, waar ben je? Pipo, wat trilt er nu in de lucht? Ik heb zo'n gevoel... Pipo, kom je? Pipo, ik ben hier! Hier! Zo goed. Wat doe je nou? Ik dacht, we moeten even naar de linkerbovenhoek. Nee. Oh, nee. Laat mij dat doen. Oh, ja. Wacht nou even. Ja, rustig. Zo. Kijk nou eens. De brandstof is bijna op. Vlug je keus maken. En als we nergens landen, wat dan? Dan blijven we altijd zweven, dame. Oh, maar dat wil ik niet. Zo stijl wil ik niet zijn, hoor. Ik wil ook nog een keer zwemmen. Wacht eens even. Ik ga die televisie van jou nog eens proberen. Oh, ja. Wacht even. Misschien Mamalou, waar ben je? Mamalou. Mamalou, waar ben je? Pipo. Pipo. Pipo, het is net of ik je stem hoor. Maar dat kan niet, zeggen ze hier in het ruimtecentrum. Jij kan mij horen, Pipo, maar ik jou niet. Maar Pipo, ik denk heel sterk aan je. Je kan niet verdwalen. Ik ben hier, Pipo, ik ben hier. Ja, Mamalou, en ik ben ook hier. En we komen daar. Mamalou. Oh, we hebben voor een paar minuutjes brandstof en dan blijven we zweven voor altijd. Ja, en daarna? Ook nog. Klaarmaken voor de landing, hè? Klaarmaken voor de landing, ja. Riemen vast, dicht te doen. Ja, nou, allemaal, hè. Benny, help jullie. Benny, kom mee. Gaan we, hoor. Ja, 1, 2. Ja! Wat is dat?
Een vogel? Nee, daar valt iets! Oh. Aardetje best. En zo kunnen we weer zeggen, Pipo. Alles is weer goed afgelopen. Ja, Mamalou. Pipo's enige echte ruimtevaartavontuur. En nou? Nou gaan we weer verder, hè. Want er zijn nog zoveel plekjes waar Pipo niet op zijn hoofd heeft gestaan. Zeg, Pipo, maar het was wel leerzaam, hè? Ja, dat was het, Mamalou. En Plom heeft gelijk gekregen. Iedere lach op aarde stijgt op als een onzichtbaar bolletje en wordt een bloem op die verre lachplaneet. Dus daarom moet er bij ons veel gelachen worden. Doe je best. Nou, niet hoon of grimlachen, maar echt blij. Schater, klater en pretjes. Nou, dan wordt het daarboven nog steeds mooier. En hier bij ons wordt het ook veel leuker. Koekeloriko. En meneertje Benzine, de kleine grote wondermonteur. Weet je wat hij deed? Nooit meer vliegen. Afgelopen uit. Praten we niet meer over. Au. En de Apollo 1 was toch nog nuttig als kippenhok. Zo. Dat was dat. Kijk s'avonds maar eens omhoog. Tussen al die sterren is er één hele bijzondere. De lachplaneet. Wees er maar een beetje jaloers op. Hoewel, met jullie lachenbekjes is het bij onze paarden ook erg leuk, hoor. En nou, zegt Pipo. Dag vogels. Dag bloemen. Dag kinderen. Tot ziens.